Welkom bij de uitleg over het berekenen van hellingen en integralen in het rekenscherm van de FXCG50. In deze video leer je hoe je de opties differentiëren en integreren gebruikt. In video 5 heb je al geleerd hoe je hellingen en oppervlaktes in het grafiekscherm kan uitrekenen. Het nadeel daarvan is dat je eerst het juiste window moet vinden. Daarom kan het ook handig zijn dit in het rekenscherm te berekenen. Via option en dan F4 kalk vinden we differentiëren onder F2. Als wij het differentiaalquotient van 1 gedeeld door x kwadraat willen berekenen voor x is 2, dan krijgen wij als antwoord min en kwart. Zoals je wellicht weet, is de natuurkundige betekenis hiervan de snelheid op x is 2. De versnelling zouden we nog kunnen berekenen onder de optie f3. Ook voor het berekenen van de oppervlakte onder een grafiek kunnen we goed de natuurkundige betekenis gebruiken. De oppervlakte onder een S T-diagram is gelijk aan de afgelegde weg. Stel je voor dat een voorwerp beweegt volgens de formule S is een half keer 9,81 keer t kwadraat. Hoeveel meter legt dit voorwerp de eerste vier seconden af? Daarvoor gebruiken we de integreeroptie onder F4. We laten direct een alternatieve manier zien om de formule in te vo voeren. Als we namelijk de formule al wel in het formulescherm hebben staan. Dat is te controleren via optie 5 van het hoofdmenu. Bij I1 staat de juiste formule. Kunnen we deze formule via de knop VARS oproepen? F4Craft, F1I. Hij stond onder I1. Nu is de formule ook juist ingevoerd. De eerste 4 seconden, dus van 0 tot 4, geeft als antwoord 104,64. Zet de video op pauze en voer de twee opdrachten die je rechts ziet staan uit. Daarna kan je kijken of je het goed hebt gedaan. De helling van i is min 2 gedeeld door x kwadraat plus 3 voor x is 2,5. Berekenen we rekenen via option kalk f2. We voeren de formule in min 2 gedeeld door x kwadraat plus 3. Voor x is 2,5 heeft deze grafiek een helling van 0,11687. Het oppervlak tussen x is min 2 en 2 van de formule i is 3 keer sinus x kwadraat plus 1 berekenen we met de integraalfunctie onder f4. 3 keer de sinus van x kwadraat plus 1 tussen de grenzen min 2. En 2 geeft als antwoord 4,94. Leuk dat je hebt gekeken naar de uitleg over het berekenen van hellingen en integralen op de Casio FXCG50. Kijk voor meer video's en informatie op Casioeducatie.nl. Tot ziens!